Lammers wint dat duel van Kalou. Bodri weet even niet wat hij ermee moet aanvangen. Dat was een chroniek van een aangekondigd balverlies. En dus gaat de Mamadou Sylla daar de 16 in. Sylla trappen over. Beste kans van de wedstrijd. Halverwege de eerste helft. Dan gaat Mamadou Sylla opnieuw. Simon de 16 ook mee. Sylla, dat doet hij goed. En dan de voorzet tot bij Simon en die scoort een 0-1. Net voor het half uur, Moses Simon. Sylla daar de goede ruimte in. De kapbeweging en dan het overzicht bewaard. Uitstekende actie van de diepe spits van AA Gent. Want je zal er veel hebben die daar gewoon blind met links richting doeltrappen. Niet zo Mamadou Sylla. Die biedt Moses Simon de 0-1 aan. Koopman. Dat doet hij goed. Kaya, trappen maar. En dat is een uitstekende poging van Onur Kaya. Een minuutje na de Gentse openingsgoal. Niet twijfelen, kijken, trappen. En Kalinic met de redding. Zotwaargem heeft maar in één thuiswedstrijd in de competitie niet gescoord. Dat was de recentste. Daar is Kubo ondertussen. En de redding van Bossut. Even uit het niets de pas ingevallen. Fouquet met een goede voorzet. En dan de kleine Japanner. Zowaar met het hoofd. Maar geen 0-2. Gigo schat dat wat verkeerd in. Koopman. Ruimte ligt bij Cordaro. Hier nog eens Mitrovic. Tja, dat zou toch wel zeer zwaar verdikt geweest zijn. Hier een strafschop voor te fluiten. Goeie combinatie dit van AA Gent. Maakt de jager in het af? Nee, dat doet hij niet. Want Hamalainen springt zijn doelman bij op de doellijn. Met nog ruim een kwartier op de klok. Was dit de kans om de match vroegtijdig te beslissen. Lea is zeker, maar dan weer een balletje achter de rug. Ja, en ik zei daarnet, we gaan eindigen met 11 tegen 11. Nee hoor, want Laforge trekt voor de achtste keer dit seizoen rood. Het is het tweede geel voor de City.